Ja hoor, jij mag naar buiten. Ja, moet ik hem eerst weer openmaken. Hè. Zo. 1, 2. Doe maar, schat. Doei. Doei, doei. Doei, schat. En dan lekker even je verjaardag vieren met andere poezenbeetjes. Zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een vrijdag, de 17e van de 3e 2023 en we leven alweer om 15:44 uur. Ja, de meiden zijn al uit geweest, ik heb al van alles en nog wat gedaan, ik ben al met koffie bezig. En we hebben een jarige in ons midden en dat is onze kleine lieve kereltje Gandalf. Ja, hij is niet een jaar of 17, hij is jonger. Het komt eerder, 14, 15 of 16, nee 16 ook nog niet, 14 of 15 is hij. Zoiets dergelijks, maar ja, dat hij als je hem bij iemand ophaalt, als kitten zijnde, maar je krijgt daar ook geen gehoor van hoe oud is hij, want dat wisten ze zelf ook niet. Het waren al oudere mensen, een moeder met een oudere zoon ook. En een oudere kat, een hele mooie Angora kat, maar die was ook wel oud. En ze hadden Gandalf nog niet eens, iets eigenlijk een week in huis, een paar dagen. En dan kunnen ze al zeggen, het lukt niet, het gaat niet tussen die twee. Nee, dat kan je met een paar dagen nog niet zeggen. Er gaan ook een aantal weken overheen voordat je dat weet. Maar ja, ze wou dat beestje al kwijt en dat vonden we zo zielig. Dus toen hebben wij hem genomen en toen was ik al met mijn mannetje. En die heb ik in 2007 leren kennen. We woonden al samen. Of we al getrouwd waren, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Maar wij zijn in 2008 getrouwd. Dus ja, ja. 2007 leerde ik hem kennen via dat live game Second Life. Niet verwarren met een dating site, want dat is het niet. En moet jij naar buiten? Nou, dat mag, schatje. Ik heb de tuin ook al helemaal opgeruimd. Moet jij ook? Mag wel hoor. Doe maar. Doe dan, ga maar naar buiten. Nee, moet je niet. Hoeft niet, dan gaat de deur weer dicht. Ja, toch? Nee, ik hoef niet te stoken voor onze lieve heer, want die doet het zelf wel. En ik heb hem uitstaan, ja. Het is niet koud, het is lekker. Ik had ook geen handschoenen aan. Ja, ik kan je nagaan. Maar er was buiten niks te beleven. Nee, hè? Er was buiten niks te beleven, zeg maar. Nee. Saaibol. Ja, bij de kerk waren ze bij de tuinen en doen, hè? Ja, de tuinen en doen, hè? Ja. Maar in ieder geval, ja, ik heb Karin ook al aan de telefoon gehad en die is onderweg ergens naartoe om wat op te halen en dat is een uur heen en een uur terug. Ja, en dan kun je wel vragen, waarom heeft ze jou dan niet opgehaald? Nou ja, ik was met de meisjes ook lopen en ik heb zelf ook andere dingen te doen. Ik moet nodig stoffen, maar dat moet bovenop. Maar ik verga ook van de pijn. Dus ik doe beneden wel. En als ik minder pijn heb, doe ik het boven wel. Ja. Dus ik ga zo meteen hier beginnen. Maar ik zou Karin haar app even openen. Anders zijn ze de locatie doorgegeven. Dan weet ik waar zij rijdt.
Ja, dat gaat al als een stoomtrein ervandoor. Ja. Als een stoomtrein, zeggen we dan. Dus ja, dat dus. Ah, ze rijdt naast het Amstelmeer. Nou, zit er geen bier in? Ja, ik ga gelijk meenemen. Geintje moet kunnen, toch? Ja. Zal ik er vanavond wel zeggen als ze terug is. Maar in ieder geval, ja, ze moet hier ook nog langs. Want ik heb hier ook nog wat van dus voor haar staan. Ja, een zak met chips. Een hele grote zo'n familiezak. Maar van Lees. En ik moet geen Lees. Ik vind dat zo walgelijk vies. Maar ja, wie ben ik, hè? Ja, ik zou het niet weten wie ik ben. Ja, Corina Luisterburg de Jong. Oh ja, mag ik niet meer zeggen van mijn zwager? Ja, van Adrie. Ja, Adrie Luisterburg die heeft mij uit de familie verbannen. En omdat mijn man, zijn broer, overleden is, heet ik geen Luisterburg meer. Wat? Pardon? Ik zou het niet weten hoor, maar ik heet nog steeds Luisterburg. Ja, staat nog steeds bij de wet geschreven dat ik zo heet. Dus ja. Maar ja, hij wil mij echt helemaal verstoten. Ik had er met op Facebook had ik er met een spelletje meegedaan. En ik weet niet eens waar het over ging. Dat ik giftige mensen, giftige mensen aan de kant zet. En dan had hij zomaar onder gereageerd dat hij dat ook deed. Ik zeg, nou doe je goed, zwagertje. Ja, toch? Ja, maar goed. Ja, prima. Tuurlijk moet je mensen die je kwaad doen, moet je verbannen als het ware. Maar ik heb hem niks kwaad gedaan, hij heeft mij wat kwaad gedaan. Ja, welke achterlijke meloot? Kom dan! Welke achterlijke meloot gaat er verzinnen dat zijn schoonzus met hem naar bed wil? Moet je Adrie Luisterburg vergeten. Ja, hij heeft dat al vaker gedaan. Ja, hij, auw jongens, oh nee meiden, auw, dat is mijn buik. Ja, je bent lief, jullie krijgen zo. Moeten jullie hebben? Nou, naar de keuken dan. Er is twee jarig, hè? Hebben jullie al gezongen voor Gandalf? Hebben jullie al gezongen voor Gandalf? Nee, hè? Moet dat niet. Wow, 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 wow. Doe dat. Nee? Doen we het niet? Maar dan krijg je wel. Ze willen wat uit de bus hebben. Dus dat gaan we even doen. Hè? Moet ik even de bus pakken. Even omdraaien. Nou, kom dan. Rijka, kom dan. Ik moet niet weggaan, malle meid. Ja, ja, dat zien jullie net. Nou, kom dan. Kom dan. Oh. Die weer dicht wil, hè? Dat gaat ook zo verrekt en moeilijk. Door een rubberen randje. Zo, we waren gebleven. Ja, hij heeft het zelfs geflikt, mijn zwager. Op de crematiedag 6 jaar geleden, 3 maart, 6 jaar geleden, 2017, geflikt. Om zijn liefde te verklaren tegenover mij. 'S morgens hier in mijn huis. Terwijl mijn mannetje daar nog opgebaard stond. Later diezelfde dag. Er waren natuurlijk uiteraard gasten. Heeft hij ook weer zijn liefde verklaard. Aan een zus van. Ja, ik ben bij hoog en bij laag die namen niet meer. Maar dat boeit me ook 1, 2, 3 niet. Maar het was een zus van een vriend. Van mijn mannetje Jack, dat is vroeger als klein kind zijnde in een internaat hebben gezeten. Die man, die had zijn zus mee ter ondersteuning. Prima, moet kunnen. Maar ook tegen haar had hij zijn liefde verklaard. Hoe gestoord moet je zijn? Dat op één en dezelfde dag. Dan zit er toch echt daar een draadje los, toch Adrie? Ja, ik haal je even er weer. Ja, je krijgt het te horen, jongen. Echt wel. En ook, nou ja, onder deze vlag komt ook je naam te staan. Dus ja.
Jij mij proberen zwart te maken. Nou, ik doe 2 keer zo hard terug. Ja, echt. Want je stuurt ook dan nog een andere op me af. Een zekere José. Wat moet met die José? En jij bent zo'n vuil lak. Jij hebt je gevalletje ook al bij haar erin gehad destijds. Ja, het was ooit een vriendin van Moeke. Als Moeke dit hoort. Hè, jouw moeder, mijn schoonmoeder. Als zij dit zou kunnen horen. Nou, ze had, ik weet niet wat bij je gedaan. Want wie gaat er nou naar bed met iemand wat een vriendin was van je moeder en die ook gestolen heeft van je moeder. Want daarom is ze toen destijds uit huis gezet. Ja, en dan ga jij mee naar bed? Zelf weet hoor, maar je zou er bij mij niet meer in komen. Maar moedertje is nog zo lief geweest, die heeft je er weer in gelaten. Die heeft het je vergeven. En wat doe je nu? Je verstoot mij, je schoonzus. Nou, je blijft mijn zwagertje. En er zit nog maar zo'n stukje in mijn hart voor jou. Dat is all, maar erin komen doe je niet meer. Je kunt wegblijven. Ja, je zal 100 maal excuses aan kunnen bieden met ik weet niet wat voor een grote bos bloemen. En op je knieën. Hier kom je er niet in. Want het gebeurt me een beetje te vaak met jou. En die zijn gek hoor. Die zijn gek. Knettergek. Ja. Gekke meiden. Dus ja, dat dus. En Karin die schiet nog steeds verder vooruit, zie ik wel. Moeten jullie naar buiten? Moeten jullie naar buiten? Rijka wil wel. Gaan we naar buiten spelen. Hup, hup, naar buiten. En dan blijft Elwin gewoon weer stilstaan. Gek beest. Ja, dat dacht ik wel. Dan gaat ze daar weer staan. Van andere woorden, ik wil er gewoon weer in. En dan blijf je gewoon binnen, hè? Dan kan je niet spelen. Nee. Dan kan je niet spelen. Wat moet ik nou met jou? Boefie. Jij bent over een paar dagen jarig, hè? Andere week. Ja, en dan krijgen we ook nog hoge pieven in huis. Ja, van GroenLinks. Wow, dat kan ik niet vloggen. Nee. Nee. Maar in ieder geval, het komt allemaal wel goed. En die komen morgen om 10 uur. Dan moet ik jullie al uitgelaten hebben. Ja, ik hoop dat het allemaal lukken gaat. Anders wordt het na die tijd. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Ik zal dat weer even omdraaien. Dat is dus mijn zwagertje. Nou ja, volgens mij zit er gewoon wat los daarvan binnen. Want anders doe je zoiets niet. Dacht ik hoor. Maar ja, wie ben ik? Ja. Ik weet het gewoon niet, maar iemand die dat doet. Zeg het maar. Laat maar een reactie onderzien. Zeg het maar. Want dit is toch bizar dat iemand zoiets doet? Ik kan er met mijn pet niet bij. Ik heb al een pet. Ja, ik heb een lege petje. Ja. Maar in ieder geval, ja, ik begrijp er gewoon 2 keer niks van. Dat een persoon in het algemeen zoiets kan doen. Want mijn zwager Adrie, die zal het wel niet de enigste zijn op de wereld die zoiets flikt. Dus degene in het algemeen die dit flikken. Zowel vrouw, zowel man. Ja.
Die deugen daar van binnen niet. Nee. Hoor ik daar wat? Ik meende dat ik wat hoorde, maar ik weet het niet zeker. Ja, mijn jarige joppie. En dat is een krantje, nou daar kijk ik zo wel naar. Dat is ons jarige joppie. Oh, ze kan Delphi. Ja, je bent er vandaag jarig, hè? Zie je? En dan gaat er nog eentje een keer. Oh, oh. Nou, klaar, Alwin. We gaan niet blaffen. Vrouwtje heeft hoofdpijn, weet je wel? Rijka. Rijka. 1. Of snot dan de jutjes. Opschieten. 1. 2. Oh. Zo, dan moeten we die kant weer op. Hé, kereltje, jij hé, mooi. Och, goeie toch. Vrouwtje, heb nog wat voor jou. Ja. Ja. Een heel mooi nieuw halsbandje. Ja, echt waar. Een heel mooi nieuw halsbandje. En die hebben jullie al gezien in de winkel. Nou ja, die gaan we natuurlijk bij hem omdoen. En die zal wel binnen de kortste keer over een stuk zijn. Maar dan heb ik nog een reserve bij de Vibra gekocht. Ja, ook dat nog. En daar kon ik toen niet vloggen, nee. Zo. Ga jij eens aan de kant? Ja, man. 1, 2, 3. Oeh, even weer deze... opzoek het slootje. Zo. Nou moet je kijken hoe dat eruit ziet. Oh, mooi bandje. Oh, mooi bandje. Nou, er mag een gaatje bij in. Hij is te... moet er een gaatje bij in maken, dus dat gaat het er mee worden. Maar ik heb er nog één. Pakken we die. Ja, dat is deze. Ja, nou, ga maar even verschoten af. Eerst deze dan doen. Ja. Ik heb een dun strotje. Of ik doe ze te strak, maar ik heb liever een beetje te strak. Dat er wel ruimte tussen zit, maar niet dat hij vliest. Ja. Ja, kerel. Ja, mannetje. Ik zit even met je bandje te hannissen. Ja. Ja. Zo, die is er ook af. Dan kan ik die wel weer ophangen aan dat andere kaartje. Nou moet ik hem even lang hebben als deze. Even kijken. Dat is die. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb beneden tenminste weer alles verstoft wat ik zo kon doen. Mijn bureau moet nog wel, maar dat is niet bovenop, want daar ligt een kleedje, dus dat wordt 1, 2, 3 niet stoffig. Wel mijn printer, et cetera, maar ik moet er achter nodig weer even opruimen en al die vakjes weer eens leeg hebben. En daar zit een hoop werk in. En dan die plankjes moet ik weer even doen. Maar de rest, schoten, gespoeld, ook de kast helemaal van boven tot beneden hek helemaal gedaan. En dat kastje hek gedaan, dat kastje, de televisie, alles, de beeldjes daar, oh, allemaal. Dat hek allemaal gedaan. Ik heb al wel even wat opgeruimd, maar dat hek naar de eettafel gedaan. Maar dat moet naar boven toe, want dat kan een kringloopwinkel. Ja, en dan wel de dichtbijzijnde. Maar ik ben aan het verzamelen wat er naartoe kan. En dat staat natuurlijk boven, op de logeerkamer. Maar ook de wacht is op een betere booster, want ik durf dat met deze niet aan. Nee, ik doe de boodschappen al, wat ik al angstig vind met dat scherm heen en weer te doekelen. En dan met die
knopjes het gas indrukken met één hand en je kan niet wisselen, want dan moet je eerst stoppen. Nou ja, je weet wel, dat heb ik allemaal al uitgelegd hoe en wat. Dus ja, het is even vervelend, het is niet anders. Ik moet gewoon afwachten tot ik een andere boete krijg. En dan hopen dat die ook beter is. Ook dat nog. Zo niet, nou ja, dan stap ik wel naar mijn huisarts toe en dan is het van, nou doe jij je bek maar open. Want ik heb het nou al gedaan en ja, ze kunnen gewoon geen goede boosters leveren, zeg ik dan. Als het al zo mocht wezen. En dan moet een goede accu zijn, simpel, die waar ik afstanden mee kan rijden. Ja, dikkempie. Toen begon het langzamerhand een beetje te regenen. Ook is Karin weer op de terugweg naar Den Helder. Ja. Dus ik zal even naar het weerbericht kijken wat die ons brengt. Ja, een klein heuveltje. Ach, dat is alweer voorbij ook. En dan komt er een heel eind om 19 uur, na 19 uur, nog weer een klein heuveltje zo te zien. Maar ja, wat er om het hoekje staat, dat kan wel hoger wezen, weet je. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, even alles weer sluiten, dan opnieuw naar Karin. Karin, Karin, waar sta je daar? Huppata, hup. En dan schiet ze weer een kilometer naar voren. TV Noord. Rijkswaterstraat, weg bedoel ik. Wat, hè? Rijksstraatweg, oké, okay, ja, dan is het goed. Ja, nou ja, ze gaat er dus zo. Maar hoe het allemaal heet, Joost mag het weten. Hollenbalg. Weet ik veel waar ze ergens rijdt. Daar rijdt ze dan in de buurt, hè? Ja. Nou ja, we wachten het keurig af. Hoe ze in de wat is. En dan zullen we het beleven. Ja, toch? Ja, want dat zakje staat klaar. Zo'n hele grote zak. Daar staat hij bij de naaimachine. Ja. Moet jij naar buiten? Waar de vogeltjes fluiten? Nou, dat mag. Ja hoor. Jij mag naar buiten, meisje. Ja. Het is echt dicht van de bewolking, hè. Dit is niet leuk meer, hè. Vogeltjes, hè. Wat zijn vogeltjes? Zijn ze een mereltje wat je hoort? Daar is vrouwtje zo gek op mereltjes. Vroeger kreeg je altijd bij de Gruiter, dat was een klein buurtsuperwinkeltje. En kreeg je altijd, één keer in de zoveel tijd, een cadeautje. Ja, op een woensdag geloof ik, of op zaterdag, ik weet het niet meer. En daar hebben we denk ik Karin Jarus. Huppata. Hi, schat. Hi, hi. Nou, ik ben alweer bij Lutje Strand. Ja, ik zag het al. Maar zou u even wat voor mij op willen zoeken? Nee, dat is. Wacht even, ik ga even mijn vlog afsluiten. Nou ja, ik kom straks wel weer bij jullie terug, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet, tot dan en tot later. Karin komt binnen en gelijk doen ze dat weer, hè? Als ik dus tenminste niks zeg. Auw, die honden waren van mij. Hi, lieve schat. Alles goed? Met mij, ach ja, ouderdom komt met gebrek. Zal je zelf nog wel meemaken, denk ik. Kan u voor mij eventueel uw overtje aandoen en dan deze in de oven willen knallen? Okay, want ik heb trek, want ik heb nog niks op. Schande, ik weet het. Ja. Nou, dan zullen we eerst de beschrijving lezen. Gewoon, even kijken.
Hij moet op 175 graden en eigenlijk 25 minuten in de oven. Zo dan? Ja. Precies dat. Precies dat. Moet hij eerst nog voorverwarmd worden dan ook? Nee hoor, gewoon er gewoon er gelijk in. En dan liever dan eventjes gewoon eerst gewoon lekker op 200 graden. Dan wordt hij gelijk lekker warm. Nou ja, eventjes. Dan mag je wel even een handje helpen. Dan weet ik het allemaal niet meer. Nou, gaat het gewoon doen. Dit. Ja? Nou. 200 graden. Daar staat hij. Dat bakblik moet onderop. Ja. Sorry. Doe het al heel voorzichtig. Nee, die moet onderop. En die moet naar rooster erboven. Ja, nou dan kan die alvast toch aan. Ja, doe maar. Nou, waar dit is de hitte. Ja. Mooi. Wat is dat voor iets? Hoe heet dat? Geen idee. Er zit vlees bij, spek bij, weet ik veel wat. Deeg. Maar het zal wel opstaan, hoe het heet. Het ziet er wel lekker uit. Kaas. Een gevulde pistolet. Oké, nou ja, weten we dat toch ook weer? Ja, vind ik van wel. Dus, we gaan hem weggooien. En ik zit iedere keer met dat tegellicht aan en zo. Zo, ook weer weg. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon weer. En geniet weer een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik weer. Ik heb net het licht even aangedaan. Het is inmiddels alweer 18:25 en ja, de titel de Guinness klopt dat je er bij Del gaat zitten. Karin die is net de deur uit, kwam lopend en ze is dus natuurlijk ook weer lopend weer teruggegaan. Ach ja, het is hier vlakbij. Ze heeft die zak chips meegenomen, die is weg. En ik ga deze twee dames zometeen uitlaten. Ja, dat moet ook gebeuren. En jullie zal ik even aan de lader gaan zetten, want anders gaat mijn batterij weer leeg. En dat moet maar niet. Dus ik zou zeggen, lieve vriend, geniet van jullie avond. En trouwens, smakelijk eten, bon appétit, hè? Ja. Dus doe dat, lekker eten, lekker een beetje drinken erbij. En een hele fijne, liefdevolle vrijdagavond gewenst. En wat je doet, ja, dan moet je zelf weten wat je gaat doen. Ja. Maar geniet in ieder geval. En geniet een beetje met ons mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne, liefdevolle avond toe. En voor later op deze avond, ja, dan gaan we allemaal, denk ik, toch wel eens een keer naar bed toe. Dus dan zal ik ook zeggen, voor later op de avond wel rusten. En uiteraard lekker slapen met mooie dromen. En morgen weer proberen gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg gewoon namens Corine en de Beterboel. Nou ja, als je die twee ziet leggen. Hoe lief. Rijk helemaal in een rolletje op het kussentje. Al niet meer lang uit. En de jaar Job, die is boven. Dus ja, dat dus. Dus ja, die liggen al heerlijk, lekker, rustig te slapen. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En dat komt helemaal goed. Maar vandaar dat ik nu dus al afscheid neem, want ik de camera lekker leeg maak helemaal. En dan komt dat allemaal weer op mijn computer terecht. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, graag tot aan de andere kant van de nacht.
been a while, but I'm coming out of my shell, and I never thought I would.